je mag ook een beetje onder de kleur, jongen. Oh ja, het gaat door het Amsterdam, dankjewel. Nou, hartelijk welkom. Wat is er? Nou ja, oh, het leuk dat je me welkom heet, maar ik wou al zeggen, kijk toch eens wat een prachtig stadhuis. Dat is heel mooi, maar ik bedoelde, welkom naar de volgers. Oh! Welkom bij alweer de zevende vlog, is het alweer. Is het de zevende alweer? Van Doc en Tante Dap. Het gaat razendsnel. En wij zijn in Gouda. Hartstikke leuk. Moet ik meedraaien? Alsjeblieft, ja. Ja. En wij gaan zo naar de siroopwafelfabriek, de beroemde Kamphuizen siroopwafelfabriek van Gouda gaan wij bezoeken. En Tante Dap, ja. Dat is wel even leuk om te vermelden. Tante Dap is vorige week precies 75 jaar oud geworden. Nou, ja, daarom wat, dacht ik even, ja. Wat ziet ze er nog stralend uit, hè? Ja, het is net een museumstuk. Wel uit het hospitaal. Kijk, ze is een hoofd op en dan gaan we. Oh, wat? We hebben net een krakend verse stroopwafel gekregen. Ja. Linea recta uit de fabriek. Ja. Je proeft hier twee eeuwen liefde en vakmanschap in deze ene stroopwafel. Ja. We zijn hier bij de kluis. En in deze kluis schijnt het best bewaarde geheim van Gouda dus te liggen. Ik ga proberen hem open te krijgen. Ja, maar mol de zaak niet hoor. We hebben het. Ja, daar ligt het recept. Oké, wat staat erin? Oké, snel, wegstoppen. Oké, stop het snel weg. Nu moeten we snel. Oké, laten we er nu snel van doorgaan. De glijbaan. We moeten van die glijbaan af. Oké. Tante Dap kan nog gewoon die kleine man af. Dus zo snel mogelijk vandoor. Okay. Want ik heb dat recept en niemand moet dat zien. Nee. Oh, nou, kom op. Geef me een hand. Ja, kom op. Vreselijk. Volgens mij is er niks mis met jouw conditie op je 75ste, Tante Dap. Laten we snel even kijken naar dat recept. Oké. U leest nu het originele recept van de zogenaamde. Wat staat er? Billenkoek. Ze hebben ons in de maling genomen. Oh, wat erg. Maar er staat ook nog echt een recept bij. Oh, dat is niet te geloven. En wat zit er dan bruine in? Bruine suiker. Donkerbruine suiker. Gelei-achtige pindakaas. Bah. Marsepein om de billen te tonen. Maar ja. We waren natuurlijk ook wel een beetje een stoute Doc en Tante Dap vandaag. Ja. Dus, We hadden toch wel een fantastische middag. Oh, nou. Het was gewoon enig. Lieve allemaal, hartelijk dank weer voor het kijken. En volgende keer staat ons vlogje in het teken van Sinterklaas. Dus blijf. Dat weten we nog niet zeker. Blijf hoor. Absoluut kijken. En, weten we nog niet zeker. Oké, we weten het nog niet zeker. Oké. Doeg.